Nederland is nog steeds in lockdown. Nagelstudio's en kappers mogen binnenkort weer open, maar de sportscholen nog niet. 3 keer raden wat jullie daarvan vinden. Ja, dat is natuurlijk knap waardeloos. Ja, we weten het allemaal, we zijn het allemaal zat. We willen dolgraag mensen hier ontvangen. We hebben een grote locatie waar we zeker in de periodes tussen de lockdowns hebben bewezen dat we heel veilig kunnen sporten. Ja, mag de deur helaas niet open, dus proberen we alle kanalen te bewandelen die we wel mogen. Buitensporten, via Zoom lessen bij de mensen thuis brengen. We nemen les op met eigen docenten. We bieden allerlei kanalen aan. We hebben al het materiaal uitgeleend. Ja, mensen moeten in beweging blijven, anders gaat het niet goed. Welke klachten merken jullie op bij de leden? Mensen zitten thuis, werken thuis. Ja, bewegen is gewoon heel belangrijk. Dus mensen worden stijf, mensen worden zwaarder. Maar ook mentaal, ja, het wordt er niet gezelliger op. We proberen de spirit hoog te houden, maar het wordt wel heel lastig. Merken jullie dat er veel afmeldingen zijn voor de sportschool? Ja, we hebben natuurlijk te maken met veel opzeggingen. Godzijdank hebben we ook een hele schare betalende leden die zeggen, joh, jullie doen er alles aan en we blijven jullie steunen, want het is geen keuze, het wordt je opgelegd. Dus daar zijn we heel dankbaar voor, daarom bestaan we ook nog. Want helaas moeten we het zonder subsidies en zonder steun doen. Dus ja, hoe meer opzeggingen, hoe moeilijker het wordt. Is het voor nieuwe leden ook nog steeds mogelijk om zich aan te melden bij jullie? Ja, natuurlijk. We hebben het er net al over gehad. Het is superbelangrijk altijd al om te bewegen, maar in deze periode helemaal. En iedereen is van harte welkom. Klein, groot, dik, dun. Als je denkt van, joh, ik weet niet zo goed wat geschikt voor mij is, dan stuur je even een berichtje of je belt ons. En dan kunnen we er samen kijken wat nou het beste bij je past. Hebben jullie plannen voor in de toekomst? Wanneer we weer open mogen, bedoel je? Ja, ja. Ja, we kunnen niet wachten natuurlijk. Uiteraard gaan we zo snel mogelijk weer starten met het oude lesrooster. Hier in deze zaal worden de groepslessen gegeven. De small group, de personal training, zijn we nu buiten aan het doen, maar wordt weer naar binnen gehaald. De kinderlessen kunnen we dan weer op de oude manier oppakken, want die kunnen ook niet wachten natuurlijk. En we zijn met een heel nieuw project bezig, want iedereen krijgt steeds meer waardering voor het buitensporten. We zijn heel hard bezig om achter de tuin, waar voorheen een tent stond tijdens de eerste lockdown, nu helemaal gereed te maken tot een feel-good fit tuin, zoals wij dat dan noemen. Dus zeg maar een outdoor gym waar we ook weer heel veel leden hopelijk blij kunnen maken met fijne trainingen. Hoe kunnen de leden zich aanmelden bij jullie lessen? Ja, we hebben verschillende opties. We sturen natuurlijk uiteraard altijd een nieuwsbrief naar onze leden. We hebben een app waarbij ze normaal al aanmelden voor de groepsles, de small group training. Die gebruiken we nog steeds. Alleen de aantallen voor buiten zijn iets kleiner vanwege de maatregelen. Ja, en alle linkjes en dat soort dingen naar mensen wordt via de mail verstuurd. Op welke platformen zijn jullie nog meer te vinden behalve de mail en de nieuwsbrief? Ja, uiteraard op Facebook, op Instagram. Proberen echt zoveel mogelijk contact te houden met de leden. Want wij missen ze ook heel erg. De nieuwsbrief, wat ik al zei. En uiteraard www.theworkout.nu, onze website. Daar posten we ook zoveel mogelijk nieuwe dingen. En daar kunnen mensen alle informatie vinden over de workout.